Dit is een film over de dieren die ik tegenkwam toen ik 3 weken in Tsjechië was. Het is Dieren in Tsjechië. Deze hele grote en hele mooie vrienden is de koninginnenpage. Hij heeft een spanwijdte van 7,5 centimeter. Dat is 2 keer zoveel als een koningspage. De koninginnenpage zit graag op klavers. Deze mooie grote donkergekleurde vlinder heet de koningsmantel of rouwmantel. Je kan het mannetje en het vrouwtje uit elkaar halen omdat de mannetjes feller geel om de randen van hun vleugels hebben. Dit is een vrouwtje. Dit is een van de weinige dieren die ik heb gefilmd die niet in Nederland voorkomt, maar wel in Tsjechië. De keizersmantel. Dit vrouwtjeslandkaartje zit van de zon te genieten, op een bloem. Je kunt zien dat het een vrouwtje is, omdat de mannetjes oranje zijn. Dit dambordje zit rustig op een bloem, toen er net een zandoogje aan kwam vliegen. Deze grote groene rups is de rups van een pijlstaartvlinder. Er kwam ook even een metaalglanslibel door mijn beeld zweven. Deze wespenspin met een verzamelhoede heeft de verzamelhoede geuit op vliegjes. Deze felgele vogel is een geelgors. De geelgors zit veel in Tsjechië. Je hoort ze eerder dan dat je ze ziet. Hun roep is heel dominant aanwezig. Als deze vogel zijn kop in Nederland laat zien, komt elke vogelaar gelijk met zijn telelenzen erop af. Dit is de grauwe klauwier. Hij is heel zeldzaam in Nederland, maar komt veel voor in Tsjechië. Dit is een vader grauwe klauwier met jong. De grauwe klauwier maakt van een doornstruik zijn voorraadkast. Door insecten aan de dorens te spiezen. De grauwe klauwier heet grote insecten, muizen, hagedissen en jonge vogeltjes. In de vele karpenkwekerijen van Tsjechië barst het van de ijsvogels. Ondanks zijn naam houdt de ijsvogel helemaal niet van ijs. Als er ijs op het water ligt, sterft de ijsvogel omdat zijn favoriete visstekjes dichtvriezen. De ijsvogel is eigenlijk vernoemd naar het woord ijzervogel. Dankzij zijn metaalglans van zijn veren. Er is maar één manier waar je mannetje-vrouwtje ijsvogel bij uit elkaar kan halen. Het vrouwtje heeft oranje onder de snavel. De snavel van het mannetje is helemaal zwart. De ijsvogel is heel erg schuw. Daardoor is hij heel erg moeilijk te filmen. Vanaf het dakje stuit de ijsvogel naar het water, totdat hij een vis ziet en duikt dan het water in om het visje te vangen. Het is geen buizerd, maar een vrouwtjesbruine kiekendief. Je ziet dat het een vrouwtje is aan het blonde masker op haar gezicht. Dit is wel een buizerd. Het lijkt wel alsof hij zijn vleugels gebruikt om zich droog te houden als een soort paraplu. Maar waarschijnlijk doet hij het gewoon om zijn vleugels te drogen.
De meerkoet van Tsjechië, de grote zilverruit. Wat in Nederland gezien wordt als een vogel die op de rode lijst staat, is hier een plaag. Ze vissen de karperkwekerijen massaal leeg. Eekhoorns springen van boom naar boom op zoek naar dennenappels, maar hier dienen ze ook als prooi voor de boommarten. Eekhoorntjes jatten ook eieren uit vogels en nesten. Deze haas had niet in de gaten dat hij gefilmd werd. Hij liep naar ons toe, stopte een paar meter van ons vandaan en liep toen langzaam weer terug. Reeën zijn kleine herten met een schofthoogte van zo'n 60 tot 65 centimeter. Het gewei van een ree heeft verschillende ontwikkelingsstadiums. Een gewei met één tak heet een spiezer, een gewei met twee takken heet een gaffel en een gewei met drie takken heet een zesende. Dit is een moeder met haar kalf. Ze huppelen vrolijk door de wei. Tussen maart en juni scheuren ze hun basthuid af. Dat is de pluizige huid die over de gewei heen gaat. En tot oktober en januari wordt het gewei afgeworpen. De volgende beelden zijn gefilmd met een trailcam. Dat is een camera met een bewegingssensor die schuwe dieren die anders bang zijn voor mensen kan vastleggen. De boommarter is een marterachtige, net als de hermelijn. Maar waar de hermelijn de grootte is van een rat, is de boommarter de grootte van een kat. De boommarter heeft zijn naam te danken aan dat hij graag in bomen wil klimmen. De boommarter jaagt in de boomtoppen op eekhoorntjes, maar wil ook eieren uit vogelnesten jatten. In de lente eet hij ook zangvogeltjes, zoals het winterkoninkje. Hij wil ook duiven en spechten eten. Op de grond jaagt hij op muizen en konijnen. Maar hij wil ook kevers eten, vooral loop- en mestkevers. De boommarter eet ook paddenstoelen, honing en bessen. In de winter eet hij ook veel aas. Hier loopt ook even een haas door het beeld van de trailcam.
Je ziet hier hoe een bosmuis er met een stuk brood vandoor gaat. Je kan zien dat het een bosmuis is aan de oren. De bosmuis heeft veel grotere oren dan bijvoorbeeld een veldmuis of een rosse woelmuis. Dit schuwe vosje komt ook even een kijkje nemen bij de trailcam. De vos is een oervoorvader van de hond. Er lopen ook toevallig nog een paar rees langs de trailcam. Dat is echt heel leuk. Die ene ree lijkt bijna een reuzenree. Deze wilde zwijnen waren wel heel erg wild. Ze hebben mijn camera omgegooid.